Waarom word je sneller oud op de bovenste verdieping van een wolkenkrabber? Vanuit Carré in Willebroek. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Goedenavond, inderdaad. Je wordt sneller oud boven in een wolkenkrabber. Maar vooral hier je panikeert, het is maar een minuscuul klein beetje. Ik zal het jullie vertellen op het einde van deze uitleg vandaag. En je kunt je afvragen, hoe komt dat nu? Wel, ik ben een astronoom en je kunt het raden, dit heeft alles te maken met het heelal. De foto die jullie nu hier zien staan achter mij, is een foto getrokken door de Hubble Space Telescope van ons heelal. En zoals jullie weten, ons heelal is immens groot. Het heeft zo'n 100 miljard melkwegstelsels. Elk heeft zo'n 100 miljard sterren. En het heelal is zo'n 13,7 miljard jaar, of uitgerekend in hondenjaren, 100 miljard jaar oud. 100 miljard is veel. Ja? Maar dat heelal is niet altijd zo groot geweest. Jullie weten, de Big Bang-theorie vertelt ons dat het heelal gestart is uit een heel klein puntje, we noemen dat een singulariteit, met een heel grote dichtheid. En daarna is het heelal beginnen expanderen. Dit doet het vandaag nog. Nu, wat betekent dat expanderen? Dat wil eigenlijk vooral zeggen dat het ruimteweefsel tussen de sterren steeds groter en groter wordt. Ik kan dat tonen aan de hand van deze ballon. Deze ballon, stel nu dat dat de start is van de Big Bang. En als ik deze opblaas, dan zien jullie dat de ballon, het ruimteweefsel, steeds groter en groter wordt. De afstand tussen de sterren, tussen de melkwegstelsels, wordt groter en groter. Dit doet het vandaag nog. En we zullen dit niet verder laten gaan, anders ontploft hij natuurlijk. Nu, het heelal staat niet stil. Het heelal expandeert. Het heelal verandert in de tijd. Maar het heelal verandert op verschillende manieren in de tijd. En kijk maar eens in jouw achtertuin. Stel nu dat je op een mooie wolkloze avond naar boven kijkt. Dan zie je hoe langzamerhand die sterren passeren aan het hemelfirmament. Dit heeft natuurlijk alles te maken met onze aarde. Je weet dat de aarde, hier is hem, de aarde die draait rond zijn as en de aarde die draait ook nog eens rond de zon. We zien, daarnet was het ook al gezegd, de zon gaat op en gaat slapen. Alles verandert in de tijd. Maar wat is tijd nu eigenlijk? Misschien moet ik jullie dat eerst vertellen, vooraleer ik jullie kan meenemen naar het antwoord waarom je ouder wordt boven in een wolkenkrabber. Wat is tijd? Wel, tijd is inherent aan elk fysisch proces en het wordt heel vaak gelinkt aan het herhalen van patronen. De zon, de aarde die rond de zon draait, het tikken van een klok. Nu, tijd wordt, ik zeg het, het gaat gepaard met hoe hemellichamen bewegen. Wel, de eerste bewijzen dat tijd werd bijgehouden, zijn waarschijnlijk te vinden in de grotten van Lascaux. Misschien zijn er mensen onder jullie die daar iets zijn geweest. Wel, in deze grotten van Lascaux vinden jullie mooie tekeningen van dieren en van de jacht. Nu, als je goed kijkt, dan zie je dat de kunstenaars in die tijd, zo'n 15.000 jaar geleden, ook een soort vreemdsoortige puntjes hebben gezet tussen deze tekeningen. Wel, een deel van deze puntjes zijn gerelateerd aan de sterrenbeelden. Bijvoorbeeld de Pleiades. Deze, als Pleiades opkomen, was dat het begin van het nieuwe jaar. Nu, er zijn andere puntjes, bijvoorbeeld bij dit dier, dit is een bronstig mannetjeshert, daar zie je nu 13 stipjes onder. En er zijn archeologen die denken dat één zo'n stipje een kwart van een maancyclus, ofwel 1 week is. Dus 13 stipjes, 13 weken, 1 seizoen. Dus 1 seizoen nadat de Pleiades zijn opgekomen, zijn de mannetjesherten bronstig. En nog eens 13 weken later, 26 stipjes in het totaal, zijn de bisons zwanger. Een manier om de tijd bij te houden. En zo werd tot in 1967 de tijd, de dag en jaar, gedefinieerd aan de hand van de zon en de aarde. Maar dat is eigenlijk geen accurate definitie.
Want bijvoorbeeld 600 miljoen jaar geleden duurde een dag maar 22 uur. En een jaar 400 dagen. Door de getijdenwerking is de aarde trager beginnen draaien en staat de aarde ook iets verder van de zon. Een definitie die niet zo accuraat was en daarom heeft men in 1967 besloten om de tijd anders te definiëren. Wat heeft men toen gezegd? Kijk, we zullen 1 seconde definiëren aan hoe een atoom trilt. Elk atoompje trilt op een bepaalde frequentie. En die frequentie die kennen we bijzonder goed. En aan de hand van zo'n atoomklok werd een seconde gedefinieerd. En op de foto ziet u zo'n atoomklok. Je ziet, het is een gigantisch instrument. Dit is de eerste atoomklok gebouwd in 1967 in Londen. Zoveel zijn er niet op de aarde. Nu, dergelijke atoomklokken zijn hyperaccuraat. Ze maken maar 1 seconde, een fout van 1 seconde per 5 miljard jaar. Ik zie u kijken, dat is inderdaad bijzonder absoluut. Een seconde die zo nauwkeurig gedefinieerd is. Maar wat heeft dat nu eigenlijk te maken met het feit dat je ouder wordt in die toren? Want als ik nu een absolute tijdseenheid heb, waarom word ik dan ouder in die wolkenkrabber? Wel, het is niet juist. Tijd is niet absoluut. Tijd is eigenlijk een relatief begrip. En het zal u niet verwonderen dat Einstein, Albert Einstein, in zijn speciale relativiteitstheorie daarmee naar boven kwam. Nu, zijn ideeën zijn gelinkt aan de baanbrekende experimenten gedaan door Marley en Michelson in 1887. En wat hebben die toen aangetoond? Die hebben aangetoond dat de snelheid van het licht altijd constant is, hoe je je ook naar of weg van die lichtbron beweegt. Dat licht dat beweegt altijd aan ongeveer 300.000 kilometer per seconde. Altijd. Dit lijkt misschien wat counterintuïtief. Ik probeer het uit te leggen aan de gans van het filmpje dat u hier ziet. U ziet een filmpje met een trein. En die trein passeert aan ongeveer 200 kilometer per uur. En jij staat op het perron. En je ziet dat samen met die trein dat er ook iemand aan het lopen is op die trein in dezelfde richting. Dus voor jij die rustig staat te wachten op het perron, lijkt het alsof die persoon loopt aan 200 plus 10, 210 kilometer per uur. Klopt. Wel, we herhalen het filmpje opnieuw, maar nu zal die renner lopen misschien ook nog, maar ook met een lichtflits uitsturen. Bijvoorbeeld met een laserlampje. Voor jij die op het perron staat, is het dan zo dat het licht aan u voorbij raast aan een snelheid van 300.000 km per seconde plus 200 km per uur? Nee, dit klopt niet. Bij die heel hoge snelheden mag je ze niet zomaar de 2 snelheden bij elkaar optellen. Je moet daar een correctiefactor in steken die Einstein natuurlijk heeft berekend. En dit maakt het zo bijzonder. Het feit dat die lichtsnelheid nu en altijd constant blijkt, heeft onmiddellijk een gevolg over hoe wij nadenken over de tijd. Nu, om jullie uit te leggen hoe Einstein dat heeft bedacht, moet ik natuurlijk eerst een klok voor jullie definiëren. Ja? En een klok is iets die zichzelf repeteert in de tijd. Ja? Laat ik nu als klok nemen 2 spiegels op ongeveer 4 meter van elkaar op de tekening. En tussen deze 2 spiegels stuur ik een lichtflits. Eerst zet ik die klok op aarde en die lichtflits gaat op en af. Nu zal ik die klok meesturen met een ruimteschip. En neem nu maar als voorbeeld dat eens het ruimteschip 3 meter hoog is, dat dan de lichtflits aankomt van de eerste tot de 2e spiegel. Nu, jullie zien het zelf al. Hè? Ik start op 4 meter, maar vooraleer de lichtflits toekomt op de 2e spiegel, is hem eigenlijk al 5 meter gepasseerd, de stelling van Pythagoras. Het licht heeft 5 meter nodig in het ruimteschip, maar voor jij hier op aarde is die lichtflits reeds 1 tik en 1/4 tik verder gegaan. Dus voor jou hier op aarde lijkt de klok sneller te tikken dan voor degene die in het ruimteschip zit. En laat ons nu even de positie omdraaien. En ik geef jullie de eer en het genoegen om als astronaut mee te gaan in dat ruimteschip. Ja? Nu, jullie kennen allemaal de waarneming dat je rustig aan het wachten bent opnieuw in je trein en een perron,
en dat uw trein lijkt te vertrekken, eindelijk. En toch weet je niet of het nu eigenlijk jouw trein is die vertrekt of dat het de trein naast u is die vertrekt. Wel, datzelfde geldt voor die cosmonaut of die astronaut in zijn ruimteschip. Als hij kijkt naar de aarde, dan lijkt het alsof dat de klok die op aarde staat trager tikt dan de klok die bovenaan staat. Bizar, toch? Afhankelijk van uw positie kan uw klok anders tikken. Ik zal het toepassen. En ik zal het toepassen op iets die mij nogal genegen aan het hart ligt, namelijk de tweelingparadox. Ik ben namelijk de helft van een eeneigen tweeling. En u kunt u indenken dat mijn broer, 2 jaar ouder, het soms al eens beu was om met 2 van die kleine zusjes opgescheept te zitten. En op een dag besluit hij om 1 van ons 2 dan maar in het ruimteschip weg te sturen. Ja? Ik heb de eer en het genoegen om weg te mogen gaan en pas 10 jaar later mag ik terug naar huis komen. Pech, zo zit het nu eenmaal. Nu mijn zus, Greet, die blijft hier op aarde. Mijn zus die kijkt naar dat ruimteschip en denkt, tja, daar loopt de tijd trager dan bij mij. Dus zij denkt, ik word maar 10 jaar ouder en ik daarboven in mijn ruimteschip denk, of word 70 jaar ouder. En nu draai je die posities om. En ik vanuit mijn ruimteschip kijk naar deze aarde en ik denk, mijn klok gaat maar 10 jaar vooruit. En het is nu mijn tweelingzus die 70 jaar ouder wordt. En dan is die dag aangebroken dat ik eindelijk terug thuis ben. Ja, is mijn zus nu ouder dan ik of is ze jonger dan mij? Ze kan toch moeilijk een superpositie van beide toestanden zijn. Ja? Hoe komen we uit deze paradox? Wel, het antwoord ligt eigenlijk in de details. En het belangrijke detail is hier dat dat ruimteschip waar ik zo gezellig in zat, niet altijd aan een constante snelheid heeft gevlogen, maar toch op een dag van koers is veranderd om terug naar huis te gaan. Het ruimteschip heeft zich versneld. Dat is het cruciale woord, die versnelling. En het is net die versnelling die ervoor zal zorgen dat ik inderdaad maar 10 jaar ouder wordt en eens ik land hier op aarde, mijn zus 70 jaar geworden is en ik als het ware bijna mijn eigen toekomst zie. Tja, die versnelling, hoe zit dat dan met die tijd? Ik had jullie al iets uitgelegd over de snelheid, maar nu komt de versnelling erbij. Opnieuw Einstein, maar deze keer de algemene relativiteitstheorie. Wat doet versnelling met de tijd? Ik illustreer het aan de hand van een raketje. En in deze raket zet ik opnieuw mijn spiegeltjes, dus mijn klokje. Ja? En ik heb een spiegeltje, een klokje beneden. En ik heb er eentje boven. En naast elk van die klokjes zet ik nu een astronaut. En we spreken gewoon af. Iedere keer als het klokje beneden 1 tikje doet, mag de astronaut beneden een lichtpuls uitzenden. En die boven, die registreert dat dan. En zolang het ruimteschip aan dezelfde snelheid vooruitgaat, dan lijken beide klokken gesynchroniseerd te zijn met elkaar. Maar laat nu eens dat ruimteschip versnellen. Het ruimteschip versnelt. Het licht moet een langere weg afleggen. Dus, wat besluit de astronaut bovenaan? Mijn klok tikt sneller. De klok beneden tikt trager. Laat ons omdraaien. Laat ons nu de astronaut bovenaan maar eens die lichtpuls uitzenden. En opnieuw versnelt ons ruimteschip, maar deze keer zal het licht natuurlijk een kortere afstand moeten afleggen. Dezelfde conclusie. De klok onderaan die lijkt trager te kloppen, te tikken. Dus versnelling heeft als gevolg dat uw klok trager lijkt te tikken. En inderdaad, ik ben 10 jaar ouder. Mijn zus is er 70 jaar ouder. Maar wat heeft die ruimtereis nu eigenlijk te maken met die wolkenkrabber hier op aarde? Dat was toch de vraag van deze avond. Wel, versnelling is eigenlijk bijna, of is het equivalente begrip aan de aantrekkingskracht, de gravitatiekracht van de aarde. Jullie kennen wel gravitatiekracht, zwaartekracht.
twee objecten. Jij en ik, wij trekken elkaar aan, maar we voelen dat niet zo hard, want we wegen nu eenmaal niet zoveel. Nu, de aarde is een heel massieve bol. Hè? En die aarde die trekt aan ons en die zorgt ervoor dat je eigenlijk met je voetjes op aarde staat, hè? En letterlijk dat je lichaam een beetje tegen die aarde wordt geduwd. Denk nu maar eens aan de lift, denk eens aan een vliegtuig en zo'n vliegtuig versnelt. Wat gebeurt er? Je wordt als het ware met je lichaam tegen de vliegtuigstoel of tegen de bodem van de lift gedrukt. Gravitatie en versnelling hebben hetzelfde effect. Ze zijn equivalent aan elkaar. Dus als ik nu mijn tekening van mijn raket, als ik nu die versnellende raket vervang door een aarde en die raket zelf vervang ik door een wolkenkrabber, dan zien jullie zelf wat er gebeurt. Het klokje onderaan de wolkenkrabber tikt trager dan de klok bovenaan. Hoe groot is het effect? Niet zo groot. Stel nu dat je 80 jaar zou werken, bijvoorbeeld in de Zuidertoren hier in Brussel, die zo'n 140 meter groot is, dan zou je op die 80 jaar ongeveer een 40 miljoenste van een seconde verliezen. Niet zoveel, maar wel het juiste antwoord. Ik dank u. Thank you.